Er komt een nieuw winkelcentrum op de plaats van het huidige busstation Soest-Zuid. Een vertrouwd beeld voor veel Soestenaren zal hiermee definitief verdwijnen. Als alles goed verloopt, zal het nieuwe centrum aan het eind van het jaar een feit zijn. Maximaal kunnen 23 winkels in het nieuwe pand worden gevestigd. De winkeliersvereniging hoopt dat met de realisatie van dit winkelcentrum nieuw leven wordt geblazen in de middenstand van Soest-Zuid. Het busstation verhuist naar een ander gedeelte van de Soesterbergse straat, tussen de Korte Ossendam en de Vondellaan. Op de plaats van het voormalige busstation aan de Soesterbergse straat zal eind dit jaar een winkelcentrum opgeleverd worden. Lokaal burgemeester en wethouder van ruimtelijke ordening, Dr. Anders Plomp, legde 9 mei de eerste steen. Het wordt zwaar, jongens. Ja, dat kan ik niet voorstellen. Ja? Ik hoop dat het muurtje blijft staan, ik hoop dat de steen blijft staan. Ik hoop ook dat u snel met de verdere uitvoering van het werk zult opschieten. En ik heb alle vertrouwen erin dat dat zal gelukken. Veel succes met de verdere bouw. En dank u voor deze tijdschep. Die wens dat de steen en muurtje zouden blijven staan, is niet in vervulling gegaan. Het muurtje is inmiddels omgetrokken en de steen opgeslagen. Dat deed de aannemer, die er een andere definitieve plaats voor in gedachten heeft. De heer Plomp, die zegt daar niet van op de hoogte gesteld te zijn, mocht wel het zogenaamde eerste steengeld doorgeven. In het najaar wil men de 22 winkels opleveren. Opening Zuidpromenade in Soest. Soest-Zuid heeft een nieuw winkelcentrum, Hartje Zuid. Het nieuwe centrum is verrezen op de plaats waar eens de rode bussen van Tenza reden en het voormalig busstation gaat nu als Zuidpromenade door het leven. De officiële opening vond woensdag 31 oktober plaats. Mevrouw Scholten, mogen we u verzoeken om, geassisteerd door uw echtgenoot, de openingshandeling te willen verrichten. Meneer Waller, wilt u daar even... Mevrouw Scholten, echtgenote van de Soester burgemeester, onthulde, geassisteerd door haar man, een beeldengroep van Mari Andriessen, voorstellende twee winkelende dames. Enkele dagen lang hadden de winkeliers van Hartje Zuid voor het winkelend publiek tal van activiteiten in petto. Onder andere een boodschappenfeest, de kinderen konden deelnemen aan een ballonnenwedstrijd en ook aan de bejaarden en minder valide bezoekers was gedacht. Met de totstandkoming van dit winkelcentrum kent Soest nu twee grote winkelpolen, Hartje Zuid van Wedestraat, waarbij het winkelcentrum Hartje Zuid hoopt dat de loop naar Soest-Zuid verder toeneemt.